Ja, mijn handen beginnen dan toch wel weer te jeuken. Want de R32 gaan natuurlijk aanstaande zondag weer een nieuwe liefhebber voor vinden. S'avonds om 7:30 op Facebook. Maar die auto is natuurlijk een paar maanden weg geweest. Dat heb ik die afgelopen zaterdag ook laten zien. Zullen we even gaan kijken hoe dat hij er nou daadwerkelijk uitziet. Zo. Op het eerste oog, fabrieksnieuw. Is hij natuurlijk ook nog wel, want hij is nog niet zo lang weg geweest en er is maar 1000 kilometer mee gereden. Maar toch zijn me al een aantal dingen opgevallen. De velg bijvoorbeeld. Er zit stoeprandschade op. Kijk, is hij toch ergens langs afgereden. Dat ga ik repareren, want zo ga ik hem natuurlijk niet weggeven. De onderkant ga ik even afspuiten. Het interieur ziet er goed uit. Er is niks beschadigd op de stoel na. En heel veel mensen denken hier niet over na, dus dat neem ik hem ook niet kwalijk. Maar ja, zo ga ik hem natuurlijk niet meer van de hand doen. Dus dat ga ik repareren. Het stuurtje moet gematteerd worden. Ik zal hem even uitzuigen. En dan de raampjes doen. Uitlaatje nog een keer polijsten. En dan is hij weer nieuw. Hoe kun je die auto winnen? Is door simpelweg, mocht je nog iets nodig hebben, een bestelling te plaatsen op onze site stippollespointshop.nl. Het bedrag maakt even niet uit. Dan moet je zelf maar kijken of dat je nog iets nodig hebt. En dan doe ik jouw pakbon dus niet alleen naar jou thuis opsturen met je pakketje. Maar die printen we dus twee keer uit en gaat dus ook mee in onze welbekende ton. Zondagavond husselen we alle bonnen, zoals normaliter, door elkaar. En degene die ik eruit pak, daar gaat hij naartoe. En dan hoop ik echt dat hij goed terecht komt. Wielkuip en zo is allemaal nog steeds brandschoon. Kun je ook zien. Velgen uiteraard vol met remstof. Ja. Ja, niet gek hè. Geen roest. Wel vuil een beetje. Even te denken, wanneer hebben wij die bodemrenovatie gedaan? Dat is denk ik mei of juni geweest. Weten jullie het nog? Ja, ik zie natuurlijk veel herinneringen als ik onder de auto doorloop. Bijvoorbeeld het Miltek uitlaatsysteem. Dat hebben we bij die vriendelijke jongens laten doen. En Rob, ergens in het noorden van het land. Ja, dat klopt. Ja. Kun jij dat nog herinneren? Dat weet ik heel goed, ja. Hele fijne gasten waren dat overigens, die hebben dat echt netjes gedaan. Nee, ik maak er geen reclame voor. Ik vind gewoon dat die jongens goed hun werk gedaan hebben. Dus dat is de reden dat ik dat zeg. Maar ik zie natuurlijk nog veel meer. Ik zie het stralen en spuiten, alle schoonmaakwerkzaamheden, de assemblage wat we natuurlijk bij deze bodem gedaan hebben. En je ziet het, het werpt wel zijn vruchten af. Maar je ziet ook een auto waar dat mee gereden wordt, wordt altijd vuil. En daarom is een stukje bescherming heel erg van belang. Want dan blijft het mooi, want dat zie je wel. Nou, de laatste. Altijd even tegenhouden. Hoppa. Maar je ziet het, hè? Als nieuw. Alleen eventjes een keer wassen, drogen, wat modder, spetters eraf halen. En hij is weer nieuw. We gaan eerst even deze velg reinigen en dan repareren. Wat real effective erop. Want we gaan hem daar natuurlijk bij spuiten. Een spot repair uitvoeren. Kijk, hier zit echt het meeste vuil, mensen. Dit is echt. Dit heeft die man zelf ook nooit meer schoongemaakt. En eigenlijk, je velgen moet je gewoon achterin minimaal 4 keer per jaar schoonmaken. Wil je ze echt netjes houden? Kijk. Ja, dit vind ik mooi, hè. Dat vind ik zo mooi, hè? Hoppa. Zo. Gaan we ze even afspoelen. Zo. Ik droog er eerst even lekker mijn handen mee af. Zo, die is spuit klaargemaakt nu. Laat ik het logootje eruit klikken. Dan gaan we hem afplakken. Ik ga de band er niet afhalen. Daar is de schade wel echt te klein voor. De schade zit ook echt aan de voorzijde en niet binnen in de rand. Dus dit kunnen we prima spotten, zoals ze dat zo mooi zeggen. En dan kan de velg dadelijk uitharden en de auto gepoetst worden. Gaan we zo ontvetten en afplakken.
even een paar uur uitharden. Vooralsnog, de velg is klaar. Die laten we eerst even uitharden. Dan ga ik nu eerst de bodem wassen. Dan hebben we dat ook gefixt. En als dan de velg droog is, dan kunnen we hem afmonteren. En dan kunnen we de buitenkant poetsen. En door aan het interieur. Dat is het mooie van die 2K-coating. En gewoon lekker wassen. En al het straatvuil wat erop zat, kijk, zie je het? Gaat er zo vanaf. Maar zie je ook wat die parel? Kijk eens, hier, let op. Water, boem, droog. Alsof er wax op zit. Zie je dat? Mooi, hè? Nou, dat is dus 2K-coating, mensen. Auto is nieuw. Nou, dan denk ik dat we het nog even anders gaan doen. Dan pak ik nou een droogdoek. En een nieuw flesje ceramic wax. En dan spreek ik hem daarmee in. En dan poets ik heel de onderkant mee op. En je moet zo zien, de ceramic wax heeft niet alleen een heel hoog hydrofoob gehalte. Hydrofoob wil zeggen waterafstotend. Maar het werkt ook als een hele goede quick detailer. Ik nevel hem gewoon in. Kijk eens. Ideaal, hè? Ook weer zo'n product wat multi-inzetbaar is. Auto is nieuw in de basis. Het liefst zou ik heel de dag mijn eigen auto poetsen, weet je dat? Af en toe dan word ik wel eens boos op mezelf, want dan denk ik van Rick, joh, ga nou eens werken. Want dat doe ik echt het liefst, hè? Dat meen ik serieus. Als ik mijn eigen auto bij me heb, jongens, sta ik heel de dag te poetsen. Dan denk ik, ja, dat is allemaal heel leuk, maar dan moet ook gewerkt worden. Dan gaan we dadelijk de bandjes in de plastic restore zetten. En dan zul je zien dat die straks mooi indroogt en niet gaat spatteren. Dat is het voordeel van de plastic restore. Want wat je vaak ziet is als je het aanbrengt en je gaat rijden, dat heel je auto vol met van die zwarte spikkels zit. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dan gaan we eerst het interieur plaatselijk even schoonmaken. Dat wangetje repareren, stuurtje monteren. De raampjes doen, van buiten nog een keer nalopen. En is hij echt klaar. Voor het interieur heb ik dus ook altijd een andere emmer. Eentje die wat handelbaarder is. Een 12 liter. En voor het exterieur hebben we altijd een 19 liter emmer. Nou, het is echt een kwestie van afwerken. Dus wat ik doe. Ik heb het wangetje zojuist gerepareerd. We werken hem af met matcleaner. Een paar lichte neveltjes. Matcleaner lekker in de poriën poetsen. Zo. Dan zul je daar zien dat die na één keer sprayen en even afdoen en dan niet eens de cleaning brush of wat dan ook toegepast hebben, die gelijk weer gematteerd opdroogt. Handrem, pookje, ja, toch zwart water. Dan heb ik de doek net uitgespoeld, nog een keer afgedaan. Even kijken wat die doet. 3, 2, 1. Heerlijk dit. Heerlijk, ik hou ervan. Laatste stofrestjes weghalen, de motorruimte. Ik heb mijn doek eigenlijk ingespreid met een klein beetje clear glas. Werkt goed als afwerkwater, zeg ik altijd. Droogt altijd mooi streeploos op. Ja, en voor de verdere rest nieuw, hè? Valt echt niks op aan te merken. Op naar de buitenkant.
last but not least, de ramen, clear glas, hoppa. Ja. Eigenlijk, jongens, dit is gewoon, hoe zie je, hè? Je hoeft het niet eens helemaal na te wrijven, die clear glas is echt, kijk eens hoe mooi het hier opdroogt. We moeten die mensen wel niet denken, joh, dat je zo met die camera zit. Jongen, dat was wel jouw idee, hè? Pak anders maar een doekje, joh. Help maar even. Hé, hey, joh, alsjeblieft zeg, kom hier. Jezus, dat duurt allemaal heel lang. Ik denk helpen. Nee, doe jij maar gewoon filmen. Nou. Ik heb mijn best weer gedaan om er iets moois van te maken. Auto was natuurlijk al mooi, maar we hebben weer even de laatste puntjes op de welbekende i gezet. Dus ik zal het nog één keer uitleggen. Hoe maak je nou kans op deze fantastische R32? Is simpelweg gewoon door een bestelling te plaatsen op stippollespointshop.nl van een willekeurig bedrag. Dat maakt verder niet uit. Kijk even wat je nodig hebt. En dan doen we jouw pakbon, oftewel jouw factuur. In onze ton. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En degene die ik zondagavond s'avonds om 7:30 live op Facebook uit de ton pak, die krijgt deze R32.